Wij zeilen nu voor het vierde jaar samen, volgens mij. Ja, vierde jaar. Ja. En hiervoor hebben wij ook Katamana gevaren. 2 jaartjes apart nog, dus dat telt op 6 jaar. Dus 6 jaar varen wij in de Katamana-klasse mee. Mijn vader die zeilt al sinds wij dat weten eigenlijk. Sinds wij geboren zijn, zeilt mijn vader al. Dus dan ben je er al jong ingestroomd. Om als broers op een boot te samen. Ja, daar zijn dus verdelende meningen zich over. Het idee was inderdaad dat we samen moesten gaan beginnen, anders kwam deze hele boot er niet. Dus uiteindelijk is het wel beter uitgepakt dan dat we hadden gedacht. Iedereen had zo'n beetje zijn remoertjes, maar het gaat eigenlijk wel goed. Je hebt ups en downs. En als je daar goed doorheen komt, dan is het mooiste wat er is om met je broer samen te varen. Vorig jaar lukte het aardig. Toen hebben we helaas zijn we nog een stukje gaan zwemmen, dus we hebben de kopgroepen laten liggen. Dus we gaan het hopelijk gaan we het nu kunnen wat beter bijhouden. Maar in principe is het te doen. Je krijgt te horen tijdens de briefing wanneer het ondiep gaat worden. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden dat je op tijd bij de vuurtoren bent waar het ondiepen gaat beginnen. Dus het is gewoon een race tegen de klok, zeg maar. Ja, ik vind het ook mooi dat er doen 300 boten mee, verdeeld over professionals en recreanten. Dus die varen allemaal dezelfde wedstrijd. Dat maakt het fantastisch om deze race mee te varen.